Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, HINT, lanceerde afgelopen woensdag zijn communicatiecampagne Mikwitamara Sranang Wikang. De naam van de campagne is tevens de slogan. Deze geeft aan dat we samen moeten bouwen aan de toekomst en dat Suriname het kan. De regering en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, IDB, hebben een aanvang gemaakt om het ondernemersklimaat te verbeteren. Er wordt een pilotprogramma, namelijk Innovatie in Firms, IFS, uitgevoerd. Het doel is het ondersteunen van de innovatie in lokale bedrijven. En HINT-directeur Reina Raveles gaf aan dat doorzetten de sleutel is voor ondernemen. Binnen dit kader zullen een 9-tal projecten worden ondersteund. Enkele zijn het Pierre Condré Ananas project, het Podosiri project en een crowdfunding voor kleine en middelgrote bedrijven en een Padikaf verwerkingsproject in Ikeri. De bedoeling is dat via de Mikwitamara Sranawikang campagne de samenleving steeds op de hoogte zal worden gehouden van de projectresultaten.